Johnny Omaal, vandaag weer punten verspeeld. Kraak, hoe kan dat? Ja, kijk, we begonnen toch wel redelijk goed aan de wedstrijd. Danny Kraak is een pannenkoek. We zijn op 3-0 voorsprong gekomen. Maar helaas, door 3 persoonlijke fouten van Danny Kraak, zijn we op een 3-3 gelijkspel geëindigd. Die jongen van het pannenkoekenhuis. Dus ja, iedereen was goed. Behalve Danny Kraak. Behalve Danny Kraak. Dus, maar, ja. Maar John, wat kan dat nou wel leggen? Ja. Ja, zelfs vlaggen ging niet goed. Zelfs vlaggen niet. Nee, ik heb er geen woorden voor eigenlijk. Oké, in de laatste minuut zag ik dat we toch nog een behoorlijke kans kregen door Arie. Die bal, die vloog er eigenlijk in. Ik weet niet of dat je daarbij was of dat je nog hebt gezien. Ik heb dat in een ooghoek gezien, inderdaad. We gaan niet lukken. Maar... Is de naam over? We gaan niet lukken. Ja, die zat erin, inderdaad, maar Huip had al afgeblazen. Dus dat feest ging voorbij. Dus inderdaad, puntenverlies weer, vandaag. Maar John, jij was er... Johnny Omaal, je was er de tweede helft en zij er opeens uit. Ja. Waarom was dat? Want je was verder, je speelde weer fabuleus. Ja, de tweede helft had ik wat anders te doen. Ik heb nog een functie, dat is scouten. Dat doe ik hier ook op de VV. Dus ik denk, ik ga bij derde kijken. Bij Emra. Ik denk, ik ga Emra scouten, maar het was weer waardeloos. Om het maar even zo uit te drukken. Het was gewoon niks. Maar ik hoor dat je hebt nog een assistent, die heeft er misschien ook wat over te vertellen. Ja, ik had het hier, dat is Ronnie Omaal. Wat heb jij, jij was mee aan het scouten. Maar... Ik ging mij scouten. Ik zie daar het veld. Ik zie daar een Turk lopen. Ik zeg, hey Turk. Hij draait zich om, hij lacht. Ik zie geen tanden. Ja. Weet ik niet waarvan. Hij denkt, nou, helemaal niks. Maar ja, die stomme Turk had helemaal niks. Hij loopt ook de verkeerde kant op. Ja, Danny Kraak is een pannenkoek. Maar ik denk dat het zo goed is, het interview, denk ik. Nou, ik wil toch nog wel even, kijk, onze titel... Stomme Turk misschien nog. Emra Yel. Onze titelkansen zijn er toch vrij geschonken na deze wedstrijd. Door Emra Yel. Ja, inderdaad, dat is toch wel door Emra Yel gebeurd. Want ja, kijk, als zo'n slechte speler op een vereniging heeft invloed op andere spelers. Ja. Vorige week, hij maakt een doelpunt. Ik denk, nou, hoop een stijgende lijn. Ja, denk, nou, wij denken, iedereen zat, worden. Iedereen, ja, was toch in de verwachting, toch... dat het verwachtingspatroon was dat het beter ging. Maar nee, hij is misschien weer teruggevallen in dat waardeloze voetbalspel van hem. Hij had voor het eerst die week ook een goede stijger gebouwd. Elke stijger dondert in elkaar. Ja, hij had voor het eerst van zijn leven een goede stijger gebouwd. Van de week viel weer die stijger op. Stijger omgevallen. Van de week weer 3 stijgers in elkaar gedonderd. En dan staat hij daarna en zegt, ja, kan gewoon, kan gewoon. En die kraakt de pannenkoek erbij, kan ook helemaal niks. Nou, weet ik veel, je weet precies hoe het gaat. Ga je kijken. Pijn aan mijn ogen. Ja, ik heb er geen woorden voor. Komt niet. Ik ga naar binnen. Ja, jongens, bedankt voor de snabbel.